In augustus werd naast het FC Zwolle stadion het EK skileren gehouden. En Nederland die deed mee om de prijzen. Hey, wat moet ik zeggen? Gefeliciteerd of jammer? Gefeliciteerd. Het is mijn eerste medaille ooit op 200 meter. De 500 is meestal mijn betere afstand. En die komt nog, dus ik ben goed begonnen. En Mindset toonde deze maand aan dat de portfolio's van studenten niet altijd even veilig zijn op Windesheim. De portfolio's waar wij heel druk mee moeten zijn, liggen hier openbaar in de prullenbak. Ik neem aan dat ik gewoon een prullenbak mag openmaken. En dan kom ik dit gewoon tegen. Portfolio's. Nou, ik heb wel zijn best gedaan. Beoordeeld met een 9. En dat is van 2011. De Zwolse Batty Boys werden deze zomer Nederlands kampioen streetball. Ze versloegen daarvoor een heus kampioenenteam. We zaten gewoon in de kleedkamer team. Toen zagen we twee posters ophangen. Toen zei Pieter, die zei van, oh, het lijkt me wel leuk om mee te doen. Toen zei, ja, zullen we even doen, kijken hoe het is. Dus, nu is dit gebeurd. En traditioneel staat augustus ook altijd in het teken van de grasweek. Wij waren erbij, van begin tot het einde, van vroeg tot laat en op alle mogelijke plekken. Er is hier feest genoeg, toch? Nee? Ja, maar deze muziek, dat is er nog niet zo heel veel, hè? Ik wil seks met die kalen! Half 9 's morgens, ik kon nog een uur slapen, jongens. Oh. Dat mag alsnog wel. Echt waar? Gelukkig. Wil je wel nog iets zeggen tegen de kijkers? Wel rusten. Vanaf deze maand moeten de kroegen in Zwolle hun deuren dicht houden vanwege geluidsoverlast. Verschillende kroegbazen hadden daar zo hun eigen mening over. Nou ja, we hebben zaterdagavond 20, 30 man voor de deur. Er zijn een man of 10, 15 die naar buiten willen. Dus dat betekent dat die deur geen 3 seconden dicht kan zijn. Je bent niet echt gastvrij meer als zo hoorde ik al zijn. Want het gaat er in feite om, als je de deur open hebt staan, dan moet het geluid binnenuit zijn. De introweek van OIKS NOMOS schijnt een groot geheim te zijn. Ze waren dan ook niet echt blij toen wij langskwamen met de camera. Jongeman, mag ik jou wat vragen? Hoe gaat het stoepkreten? Hartstikke goed. Ja? Voor herhaling vatbaar? Kiddel. Zou ik jou ook even wat... Nee, geen commentaar, nee. Jongens. Maar... Wat? Hoi. Wie kan ik even wat vragen? Jullie mochten niet filmen hier. Mochten niet filmen? Maar we staan hier op een openbaar terrein, dus wij wilden even kijken wat er op het kerkplein te doen was.